Tieners moeten fundamenteel goed begeleid worden voor het ontwikkelen van jonge, weerbare en mentaal stabiele jonge Surinamers, zegt tienercoach Sandrina Hunsel in gesprek met onze redactie over de ontwikkelingsfase bij tieners. Hunsel is van mening dat gezien de tienerfase een uitdagende fase is, er kwalitatief goed gewerkt moet worden aan het creëren van een omgeving die zich leent voor het creëren van een veilige plek bij de tiener. Dus wanneer je dat kan begrijpen, dat je kindje naar een tiener gaat die vecht voor zelfstandigheid, dan worden die gevechten gelijk minder. Dus voor ouders is die leeftijd ook een grote challenge om dat kind opnieuw te leren kennen. Eigenlijk is net als een marriage of net als een vriendschap zelfs, dat is dan hoe, in welk extent je voor een vriendschap zou willen gaan. Mm. Mensen veranderen en het is een kunst om steeds weer opnieuw die nieuwe persoon te leren kennen. Want verandering is a good thing, toch? Zolang je in positieve richting verandert. Maar dan heb je weer dat tieners soms dan eerst een beetje in negatieve richting veranderen en dan weer in positieve, omdat ze zijn gewoon veel aan het uitvinden. Hunsel wijst erop dat het belangrijk is om gezonde grenzen te stellen voor elke tiener. Aan de hand hiervan wordt de tiener in goede banen begeleid, terwijl de omgeving zich leent voor begrip en ruimte. Een balans vinden tussen een vrije opvoeding en een structureel gezonde opvoeding is dus essentieel, meent Hunsel. Zelfs wanneer je ze begrijpt, mag je die guidance, die barriers zetten. Omdat een tiener eigenlijk al helemaal in de war is, om het even zo te zeggen. En niet in heel negatieve zin hoor, maar there's a lot going on already in their brain. En dan helpt het niet als er geen grenzen zijn, want dan moet je het even imaginen. Alles gaat dus buiten dat hoofd. En wij als ouderen moeten dus die grenzen gaan stellen voor ze. En ze wijzen van, oké, hier is de grens, hier is de grens. En dan zo kunnen ze all that is going on inside their head, kunnen ze beter gaan begrijpen, beter rustiger worden om door het leven te gaan, totdat ze ook volwassenen zijn. Meer hierover in ons programma In Gesprek Met van woensdag 26 juli om 5:00 's middags op 12.1.